Leuk jullie kijken naar paardrijden met plezier. En ik ga vandaag echt iets heel erg leuks doen. Want ik ga namelijk met Mojito naar het bos. En ik ga nog met drie anderen. Dus we gaan met z'n viertjes. En het is voor mij de eerste keer dat ik met Mojito naar het bos ga. En hij heeft vroeger wel dingen zoals in de Alpen gelopen. En dan dat soort dingen. Maar ja, ik vind het toch super spannend. Want hij is al heel lang niet meer geweest. En mijn zusje gaat mee. Hoi. Mijn ouders gaan ook mee. En die gaan lekker wat drinken. En ik ga ook nog met Rosanne, Bo en Nikki. Dus dat wordt dan. Nou, ik ben nu onderweg naar het meneesje. En ik stond 20 minuten geleden nog in mijn pyjama. Dus het was echt een beetje een gehaast. Van, oh, opschieten, opschieten. Dus ik moest dan douchen en zo. Dus nou ja, ik heb het wel gered. En nu zijn we dus op weg naar het meneesje. En ik heb er echt super veel zin in. En ik ga zo meteen gelijk Mojito pakken, zadel op en de trailer in. Nou, ik ben op het meneesje en ik heb er echt super veel zin in, zoals ik zei. En echt, oh, ik vind het echt heel spannend. En ik ga nu zo meteen Mojito halen. Dus ik ga eerst even naar mijn kluis om zijn halster en zo te pakken. En daarna ga ik Mojito halen en hij staat daar nog lekker buiten. Ik denk niet dat jullie het kunnen zien. Maar hij staat nog in de paddock. Dus ja, we gaan hem nu halen. De paarden staan in de trailer. Kijk. En ze zijn best wel een beetje gespannen, maar volgens mij hebben ze er wel zin in. Dus ja, wij hebben natuurlijk ook zin in, dus we gaan zo. Yay! Dus dat betekent dat we twee keer moeten rijden. Maar als het goed is, komen ze er zo aan. Nu heel goed en stil gezongen.
even mijn video en de buitenrit was echt super, toch? Ja. Het was echt heel leuk en de berg was al echt het hoogtepunt en Mojito vond het echt super leuk. En we gaan zeker vaker. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om te zien. En vergeet ook vooral niet te abonneren, want dan zie je iedere keer wanneer ik een nieuwe video heb zet. Doei! Ik ben hier vandaag op het KNS Centrum voor de Bixi Dag. En dat is een dag waar jonge kinderen met hun pony van allerlei dingen in de paardensport kunnen doen. En er zijn verschillende takken, want ze kunnen crossen, ze kunnen dressuurwedstrijdjes, ze kunnen springen, er is voltige, paardenvoetbal en nog veel meer. Dus dat ga ik allemaal voor jullie filmen.